twee minuten duurt, een antwoord twee minuten en dat er dan een repliek komt van één minuut. Dit is hier geen apothekerszaak, ik weet het, maar we gaan daar toch rekening mee houden. Eerst de vraag van mevrouw Leijnen over het sociaal overleg en wilde stakingen. Mevrouw Leijnen, u heeft het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter, heren, dames, ministers. Vorige week heeft dit parlement het vertrouwen gegeven aan de regering. En het is een regering die zal hervormen. Belangrijke hervormingen doorvoeren. Hervormingen die staan voor meer groei en voor sociale welvaart. En ik begrijp dat bij de bevolking dan een angst is, dat de bevolking bang is en dat er spanningen zijn. Maar het is onze taak en ook de taak van de regering om die angsten weg te nemen. En daarvoor dient ook sociaal overleg. Sociaal overleg wil zeggen dat de regering de principes en de krijtlijnen uittekent en de invulling daarvan wordt het voorwerp van sociaal overleg waar de sociale partners aan tafel gaan zitten en praten over die toekomst. De regering is geen dictator. De regering luistert naar het middenveld en u heeft dat gedaan. U heeft alvast geluisterd. Er zijn ook al een aantal maatregelen genomen. Bewijzen de maatregelen in zaken het gewaarborgd loon en het brugpensioen. En onze partij en ook deze regering staat voor het sociaal overleg. We steken de hand uit, maar we mogen niet blind zijn. Wat we deze week hebben meegemaakt is onaanvaardbaar. Aanvallen, baldadigheden, vandalisme, wilde stakingen gelden in dit land de wetten van de wetstraat of de wetten van de straat. En daarom, meneer de minister, heb ik voor u een aantal vragen. Wanneer is er overleg gepland met de sociale partners? Wanneer komt de groep van 10 samen? En zijn er eventueel al bilaterale contacten geweest met bepaalde van die sociale partners? En ook, zijn die stakingsdagen nog afwendbaar? Want we weten allemaal, staken is een recht, evident. Maar staken kost ook enorm veel geld. En de Nationale Bank heeft berekend dat één stakingsdag maar liefst 200 miljoen euro kost. En 200 miljoen euro, beste collega, dat is een behoorlijk deel van de competitiviteitsinjectie die deze regering net voor ogen had. En vandaar, meneer de minister, wat is uw kalender en wat zal het overleg opleveren? Dank u wel, mevrouw Leijnen. Het woord is over hetzelfde onderwerp aan de heer De Dekker. Ja, dank u wel, voorzitter, collega's. Zoals u weet, deze regering die voert verregaande economische hervormingen door. Economische hervormingen om onze economie te herstellen en onze welvaart en ons welzijn te verzekeren. Zij kan daarvoor rekenen op een ruime meerderheid hier in dit parlement. En uiteraard, niet iedereen is het eens met die visie. Dat is normaal. Dat is democratie. Dat er geprotesteerd wordt, dat is normaal. Dat is democratie. Elke democraat aanvaardt dat. En collega Leijnen heeft het net gezegd, staken. Dat is allesbehalve een goede zaak. In deze moeilijke tijden kost ons 200 miljoen per dag. Maar nogmaals, elke democraat zal een goed en welomkaderd stakingsrecht aanvaarden en zelfs verdedigen. Maar wat niks te maken heeft met democratisch protest of stakingsrecht, dat zijn vernielingen, vandalisme, geweld of oproepen tot geweld. En daar hebben we helaas deze week toch wel een sterk staaltje van gezien. We zagen op primetime televisie zelfs een militant van de FGTB die daar effectief geweld verdedigde. Collega's, staken is een recht, maar geweld dat is een misdrijf. Dat is toch wel iets essentieel anders wanneer we protest en beschaafd welomkaderd stakingsrecht inruilen voor geweld en vernielingen. Dan ruilen we democratie in voor terreur en dat mogen we nooit aanvaarden. Daarom mijn vraag, meneer de minister, wat gaat u doen om onze democratische rechten te vrijwaren? Wat gaat u doen om het recht op protest en het stakingsrecht te vrijwaren, maar tegelijkertijd ook de veiligheid van iedereen te garanderen en ervoor te zorgen dat iedereen die wil werken, ook effectief kan gaan werken in deze moeilijke tijden? Ik dank u. Dank u wel. Het woord is aan de minister van Werk, minister Peters.
Meneer de voorzitter, beste collega's, mevrouw Leijnen, ik ben heel blij dat u het belang van het sociaal overleg, ik weet niet waar mevrouw Leijnen, excuseer, dat u het belang van het sociaal overleg zo nadrukkelijk onderstreept. Vorige week hebben wij tijdens het debat over de regeringsverklaring denk ik ook duidelijk gemaakt dat deze federale regering je m'excuse, deze, maar ook de Vlaamse regering is dat zo, hè? Dus maak u geen zorgen. Maar de federale regering, kleine lapsus, deze federale regering onverkort het sociaal overleg heel, heel belangrijk vindt. Want we zijn ervan overtuigd dat sociaal-economische hervormingen in dit land maar kunnen wanneer daar maximaal wordt ingezet op het overleg, op de sociale dialoog. En het regeerakkoord is daar zeer expliciet in. Sterker nog, er is een nieuw vehikel, als ik dat zo mag uitdrukken, het vehikel van het tripartiet overleg ingeschreven, omdat wij denken dat dat sneller tot resultaat kan aanleiding geven. En de vraag is, hoe zit het nu met dat overleg sociale partners? Daar zijn ten eerste al heel wat van mijn collega's die specifiek wat hun domeinen betreft al overleg hebben gehad met de sociale partners. Daar is ook door de premier informeel contact geweest met sociale partners en ikzelf heb dat ook gedaan. En we zullen dat informeel overleg verder zetten om dan op een bepaald moment officieel, als dat zo mag uitgedrukt worden, de groep van 10 uit te nodigen en daar dan een kalender af te spreken. Ten tweede wil ik benadrukken, en dat is misschien onvoldoende bekend, dat sociale conflicten en stakingen door de regelgeving en ook door de verschillende paritaire comité's, door verzoeningsbureaus, zeer goed wordt aangepakt met een sociale bemiddelaar enzovoort. En dat we ook in het regeerakkoord, heb je kunnen lezen, sociaal bemiddelaar ook gaan verder uitbreiden naar de overheidsbedrijven, NMBS en de post. En tenslotte, meneer De Dekker, is het voor mij zeer belangrijk om hier duidelijk te stellen dat syndicale acties waarbij moedwillige vernielingen worden aangebracht, dat die niet aanvaardbaar zijn en dat die eigenlijk afbreuk doen aan het democratisch recht om te staken en te betogen. Dit moet afgekeurd worden en dit kan niet. En ik ben heel blij dat die afkeuring niet alleen hier gebeurt, maar ook door de verschillende vakorganisaties, door de syndicale organisaties, de een al wat sneller dan de ander, dat ze zich gedistanceerd hebben van acties van werknemers die vernielingen aanbrengen. En ik hoop dat kamerbreed van hieruit ook het signaal wordt gegeven dat men kan en moet betogen wanneer men dat terecht vindt, dat men daar geen enkele spel tussen krijgt en dit recht onverkort overeind blijft, maar vernielingen aanbrengen, dit kan niet en dat moeten wij elke keer afkeuren. Maar nogmaals, ik ben zeer positief dat ook de vakbonden, de verantwoordelijken daar, dit ook duidelijk hebben gesteld en ook duidelijk hebben afgekeurd. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Leijnen voor de repliek. Dank u wel, meneer de minister. Inderdaad, een oproep voor sociaal overleg, maar ook voor het primaat van de politiek. Want als de sociale partners er niet uitkomen, als ze de regeringsagenda willen gijzelen, als ze de uitgestoken hand wegslaan of beantwoorden met de vuist, dan moet de politiek beslissen. En ook dat vinden wij als partij belangrijk. De heer De Dekker.